Ja, het was wel leuk om te doen, maar het was niet moeilijk, maar het was gewoon gewild. Een escape room, maar geen gewone escape room. Maar eentje met de Vierdaagse als thema en speciaal voor kinderen. De Bibliotheek Gelderland-Zuid heeft in samenwerking met Lux, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Regionaal Archief en Stichting Vierdaagse Feesten de escape room gemaakt rondom twee Nijmeegse karakters, Mons en Mari. Mons en Mari hadden heel hard getraind voor de Vierdaagse dit jaar. Maar ja, hij gaat weer niet door. Dus alle voorbereiding voor niks zou je denken. Maar ze hebben gezegd, we hebben een tijdmachine. We gaan terug in de tijd naar een jaar waarin de Vierdaagse wel doorging. Maar er is iets misgegaan, want ze zijn wel terug bij een Vierdaagse van vroeger beland, maar ze weten niet in welk jaar. Dus aan de kinderen de opdracht om hen weer terug naar nu te helpen. Een van de eerste die de escape room mocht uitproberen was Fer. Samen met zijn moeder, oma, zusje en hun vriend. Om te ontsnappen moet je allemaal verschillende opdrachten doen. Goed zoeken en codes kraken. Ja, je moest kijken naar uit welk land iets kwam. En dan stonden er ook cijfertjes en vlaggen hierachter. En als je die bij elkaar voegde, kreeg je een code. De groep heeft een goede tijd neergezet van 24 minuten. Moeilijk vond Fer de meeste opdrachten dan ook eigenlijk niet. Ja, het was wel leuk om te doen, maar het was niet moeilijk, maar het was gewoon gewild. Hoe een bibliotheek bij een escape room uitkomt, legt Ellen Nieboer van het Regionaal Archief uit. Nou, sowieso ben ik zelf fervent escape room speler. Dus als je er dan zelf eentje kan ontwikkelen, is het natuurlijk helemaal leuk. Maar vorig jaar in de zomer wilden wij heel graag een activiteit ontwikkelen voor kinderen, voor gezinnen. En die moest heel erg coronaproof zijn. En toen kwam het idee van de escape room. En dit is nu de tweede versie dit jaar. Het doel van de escape room is niet alleen maar de lol. Ellen hoopt dat de kinderen door de opdrachten ook iets leren over de geschiedenis van Nijmegen. Maar over de opdrachten van dit jaar kan ze natuurlijk niet zeggen zonder te veel te verklappen. Nou, ik kan een voorbeeld geven van vorig jaar. Het hadden een escape room over het Gouden Zegel van Nijmegen. Het had bijvoorbeeld ansichtkaarten die je op alfabet moest leggen. Dus oude ansichtkaarten van Nijmegen. Dus dan leer je ook iets over de stad Nijmegen en de geschiedenis, maar wel op een hele leuke manier. Nog tot 28 augustus blijft de escape room open om Mons en Mari terug te halen uit het verleden.